Dan kunnen we nu starten. Vandaag komen senior onderzoeker Ramin Jaboms aan het woord samen met Fina Slef. Zij is onderzoeker bij GGD Amsterdam en Ramin bij Faros. Zij zullen het met jullie hebben over hoe een VGV of meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken. En aan het eind geeft ze tips. Er is ook aan het eind ruimte voor vragen. Die kunnen jullie stellen via de chat. Die ga ik dan aan het eind met jullie doornemen. Dan geef ik het woord aan Fina en Ramin. Dank jullie wel. Hartelijk dank, dankjewel Jamila. Ik ben Ramin Kawaus. Ik ben onderzoeker, projectleider bij Faros. Voordat ik begin, wil ik beginnen met een filmpje over, over een verhaal van iemand. Die vertelt over besnijdenis. En daarna vertel ik iets over onderzoek wat wij gedaan hebben. Ik zal het filmpje starten. Het kan zijn, het is wel goed als u geluid dan hard zet. Microfoon uit. Ik kom uit Somalië. Ik heb 3 kinderen. Ik woon in Nederland 30 jaar. En 98% Somalië is meisje besnijden. Ik woon toen in een hele kleine dorp. Die heette Embrouw. Op die dag, ik kon mijn vriendinnen niet vinden, maar het is 2-3 uur voor mij gebeurd ook bij hun. En ik wou de buiten spelen en opeens kwam die lelijke vrouw binnen. En toen zag ik ook dat mijn moeder heel erg zenuwachtig is heen en weer lopen. En ik zei, wat gebeurt er? Toen gebeurt bij mij. Je beseft niet, je bent jong en niemand heeft het niet voorgelegd wat zou gebeuren. En ik heb me wel in trauma gehouden. Toen het gebeurde, iedereen was weg van mij. Ik was alleen daar. Vrouwen heeft ook heel veel pijn. Want je bent dichtgenaaid. En in de situatie, in plassen, doe je even 1 gaatje. Het eerste nacht van de huwelijk is ook verschrikkelijk. Ik was gek op basketbal. Toen, ik moest alleen een halfte spelen. Ik was bang om te scheuren. Er is heel veel misgegaan tijdens de bevalling. En ook mijn familie. Er zijn ook vrouwen die daardoor geen kinderen kunnen krijgen. Bij ons probleem is schaamte, taboe, hulp zoeken van wat jij hebt, kan ook anders zijn, anders ervaren. Je moet niet druk voelen van buiten. En ik wil ook niet druk voelen. Van buiten van, oh, ze hebben je haardochter niet beslijmd. Ik zou je willen zeggen, hier in Nederland krijg je hulp. Je hoeft niet de issue te verbergen. Je moet gewoon je taboe doorbreken. En als je hulp nodig hebt, er zijn ook mensen die jou kunnen helpen. Vertrouwde personen. Om je verhaal te vertellen. Je bent niet alleen. Nou, dat is een heel mooi filmpje waarin Zara vertelt haar ervaring met besnijdenis en wat voor impact dat op haar leven heeft gehad. VGV is, meisjesbesnijdenis is misschien een heel klein onderwerp, maar het heeft heel veel impact en impact kan het levenslang zijn. Zoals jullie weten, in Nederland wonen ongeveer 41.000 vrouwen die besneden zijn. En daarnaast lopen ongeveer 4200 meisjes in de komende 20 jaar risico om te worden besneden. En vandaag, Fina en ik vertellen jullie over ons onderzoek dat parallel aan elkaar loopt. Beide onderzoeken gefinancierd en ondersteund door ZonMW. Mijn onderzoek gaat over een werkwijze of een methode bedoeld voor professionals om in gesprek te gaan met vrouwen die besneden zijn. En hoe zij meisjesbesnijdenis en preventiesettings kunnen bespreekbaar maken. En dit onderzoek bestaat uit 3 onderdelen. In de eerste fase zijn we in gesprek gegaan met experts, met mensen in de praktijk. Maar ook literatuuronderzoek om te kijken wat de knelpunten zijn om meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken. En wat de wensen en behoeften van professionals zijn om het bespreekbaar te kunnen maken.
En de tweede fase hebben wij met een groep professionals. Eigenlijk een groep professionals hebben zelf een werkwijze ontwikkeld, samen met ervaringsdeskundigen, helpt om het gesprek aan te gaan. En de laatste fase, en dat loopt nu in de regio Utrecht, waarin wij deze werkwijze gaan implementeren. Dus daar vertel ik straks meer over. En ik ga nu over naar jou, Fina. Dankjewel. Ik zal ook even kort ons project ook even toelichten, ons onderzoek. Zoals de titel aangeeft, hebben wij onderzoek gedaan naar de praktische uitvoering van het beleid ten aanzien van vrouwelijke genitalia en de behoeften van en de wensen van de doelgroep. Ons onderzoek bestond uit drie delen ook. En de onderzoeken hebben we gehouden onder ketenpartners, verschillende ketenpartners en professionals, huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, veilig thuismedewerkers en sleutelpersonen en ook ervaringsdeskundigen. Twee onderzoeken gingen over ketenpartners, professionals. En het derde onderzoek dat betroffen focusgroepen met ervaringsdeskundigen en ook sleutelpersonen. En het onderzoek is uitgevoerd in de regio's Amsterdam-Amsteland en Gelderland-Zuid. En ik zal als eerste even kort beginnen met wat eigenlijk een introductie van de thema's die vandaag de revue zullen passeren. Ik zal zo meteen beginnen met kort wat vertellen over de ervaringen van de doelgroep met zorg en hulp. Daarna zullen we het hebben over kennis, vaardigheden, het bespreken en bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis. We zullen ook kort de samenwerking en samenwerken aanstippen. En ook het prioriteitenplan VGV, wat naar aanleiding van een interactieve bijeenkomst is opgesteld 2 weken geleden. Daar zullen we ook nog even kort wat aandacht aan besteden. Dan begin ik eerst even met de ervaring van de doelgroep. We hebben in focusgroepen aan vrouwen, met vrouwen die besneden zijn, hebben we verschillende vragen gesteld, waaronder naar hun ervaringen met zorg en hulp. Daarin gaven zij aan, ze vertelden over de ervaringen die ze hebben en daar in kwam eigenlijk naar voren dat de meeste ervaringen die zij hebben met zorg en hulp, dat is eigenlijk rondom de zwangerschap en de geboorte en kraamzorg. Daarin werd dan soms ook wel VGV of meisjesbesnijdenis besproken, maar soms ook niet. En dat zij eigenlijk ervaringen met de huisarts bijvoorbeeld benoemde, ondanks dat ze er wel specifiek naar hebben gevraagd. We hadden verwacht dat die ervaringen er ook zouden zijn, of in ieder geval dat ze dat zouden daarover zouden vertellen. En, die waren er dus, waren dus niet genoemd. En ook bijvoorbeeld ervaringen met het VGV-nazorgspreekuur, die kwamen eigenlijk ook niet echt aan bod. Verder hebben we ook gevraagd van in hoeverre is het risico op meisjesbesnijdenis besproken. Ze gaven aan dat dat dus soms ook in het kader van de zwangerschapszorg en geboortezorg wel is besproken. Maar we hebben ook gevraagd van, wordt dat bijvoorbeeld ook op school besproken? En daar hebben ze dan bijvoorbeeld weer niet zoveel ervaring mee. Of zij gaven aan van, ik weet niet of het besproken is, maar met mij of met ons als ouders is het in ieder geval niet besproken. Of het is in ieder geval niet aan bod gekomen. Even samenvattend, ze vertelden dus wel over ervaringen, maar in het, eigenlijk voornamelijk in het kader van de zwangerschaps- en geboortezorg.
En nou ja, er kunnen verschillende redenen voor zijn waarom er geen ervaringen zijn. Redenen die vanuit zeg maar vanuit het perspectief van de vrouw zelf, maar ook natuurlijk redenen vanuit het perspectief van de professionals. Zo hebben we onderzoek gedaan naar handelingsverlegenheid aan de hand van een vragenlijst, maar ook casuïstiek onderzoek. En we hebben in de vragenlijst onder meer gevraagd van, heeft u wel eens meisjesbesnijdenis besproken? En we hebben ook gevraagd van, zo ja, wanneer of in welke, binnen welke context? Bijvoorbeeld wanneer het duidelijk om een klacht of een zorg of een hulpvraag ging ten aanzien van meisjesbesnijdenis? Of gebeurt dat ook in situaties waarin het niet per se over meisjesbesnijdenis ging? Daarin zag je dat beide eigenlijk wel werden genoemd. En we hebben ook gevraagd naar redenen waarom de professionals het bijvoorbeeld niet zouden bespreken, of wat de redenen zijn waarom ze het niet of nog nooit hebben besproken. En wat daarvoor kwam, is dat dat kennis ontbreekt over de doelgroep. De professionals, je mag naar de volgende als je wil, Ramin. Dankjewel. Ze gaven dus bijvoorbeeld aan dat ze niet weten, niet goed weten wie de doelgroep is. Soms ook dat ze niet zo goed weten hoe ze het dan moeten bespreken en of dat ze bang zijn dat ze de relatie met de patiënt op het spel zetten. En wat ook opviel is of dat niet alleen kennis van de doelgroep of cultuursensitief werken ook ontbrak, maar dat soms ze ook niet zo goed op de hoogte zijn van leidraden en standaarden en protocollen die voor de desbetreffende professional gelden. Iets wat natuurlijk ook zou kunnen helpen om in ieder geval wat meer handvatten en kennis dus ook over meisjesbesnijdenis te kunnen genereren. Ramin, zijn die dingen die jij ook herkent en die ook in jullie of in jouw onderzoek naar voren kwamen? Ja, inderdaad. Nou, zoals ik aangaf, we hebben ook gekeken met een scoping review naar deze knelpunten, maar ook gesprekken wat wij met experts hebben gevoerd om te kijken wat hen zeg maar vooral belemmert. En wat meteen opvalt is dus eigenlijk het gebrek aan kennis, zowel in de internationale literatuur als in de gesprekken wat wij gevoerd hebben. Dus eigenlijk de mate van kennis, niet bewust zijn van waar een meisjesbesnijdenis precies voorkomt. Nou, dus als je, we hebben bijvoorbeeld een gesprek aangegaan met mensen, met de professionals, en als wij aangeven dat bijvoorbeeld in Egypte ook meisjesbesnijdenis voorkomt, dat zij gewoon heel verbaasd kijken van ook daar. Ja, dus eigenlijk gebrek aan kennis en gebrek aan vaardigheden zeg maar, om het gesprek te kunnen aangaan, dat staat centraal. Dat je niet weet hoe je het gesprek kan initiëren of wat als het gesprek doodloopt. En voornamelijk preventiesettings, dat je niet weet van nou ja, hoe je het gesprek kan herpakken. Nou, dus dat valt meteen inderdaad op. En we weten ook dat professionals dat heel erg ervaren zijn. Dat zij meteen bijvoorbeeld tijdens het intakegesprek het gesprek aangaan. En ze geven aan bijvoorbeeld van, welkom in mijn praktijk. We weten dat in uw land meisjesbesnijdenis voorkomt. En we weten ook dat meisjesbesnijdenis gelinkt is aan heel veel klachten. En dat is de reden dat ik dat nu op tijd wil vragen. En in de toekomst kan ik gewoon daarmee rekening houden. En dat wordt ook enorm door vrouwen gewaardeerd. Maar professionals die niet heel erg ervaren zijn, ze hebben goede bedoeling en goede intentie, maar ze willen eigenlijk hun cliënten of patiënten niet beledigen of kwetsen. Dus nou ja, ze maken het niet bespreekbaar en zij verwachten dat de vrouw zelf meisjesbesnijdenis bespreekbaar maakt. En tegelijkertijd, we weten dat vrouwen niet gewend zijn om zo'n taboe, een heel gevoelig onderwerp bespreekbaar te maken. En helemaal niet met professionals. En ze kunnen ook sowieso niet altijd de link leggen tussen het feit dat zij besneden zijn en de klachten. Dus het komt heel vaak voor, zowel in Nederland, maar ook in andere landen dat wij weten,
dat meisjesbesnijdenis heel lang onbesproken blijft, terwijl de cliënt zeg maar, zelf de klachten en dan ook herhaald de klachten kan ervaren. Ja. Ja, ik vind het wel interessant dat je dat zegt en aangeeft. Want we hebben ook gevraagd aan de vrouwen in de focusgroepen van als het besproken werd en als je de hulp en zorg hebt gekregen en meisjesbesnijdenis werd besproken, hoe vond je dat dan? Hoe heb je dat ervaren? En daarin gaven ze ook wel aan dat het soms ook wel lastig is en dat er ook wel schaamte is, maar dat ze het ook wel heel fijn vonden dat het uiteindelijk besproken werd en dat de professional daarover begonnen is. Want ze gaven ook aan van we willen er wel ook over praten. En ondanks dat het moeilijk is. Dus ik denk dat dat ook goed is om te weten dat ondanks dat er schaamte is, dat de wil om erover te praten toch ook wel zeker aanwezig is. Ja inderdaad. Zoals ik aangaf, onze onderzoeken naar deze de knelpunten zijn in beide onderzoeken zichtbaar gemaakt en in kaart gebracht. Wat ook bevestigd wordt door literatuur. En ons onderzoek focust voornamelijk op wat je eigenlijk als professionals nodig hebt om het echt bespreekbaar te maken. Wat voor methodiek, wat voor tool. Wij zijn in een aantal bijeenkomsten met een vaste groep professionals, een huisarts, verloskundige, veilig thuismedewerker en ervaringsdeskundige en werkwijze ontwikkeld. Dus de rol van ons als onderzoeker was faciliteren van deze gesprekken en modereren van dit gesprek. Dat had onderzoeksteam als taak, maar de werkwijze is uiteindelijk door professionals zelf op basis van bestaande informatie en praktijkervaring ontwikkeld. Ze zijn een aantal bijeenkomsten met elkaar in gesprek gegaan van dit zijn de knelpunten wat wij weten, wat wij in de praktijk ervaren. Wat kunnen wij ontwikkelen zodat onze collega's in de praktijk meisjesbesnijdenis heel goed kunnen, heel makkelijk of eenvoudig bespreekbaar kunnen maken. Er zijn met twee dingen gekomen, eigenlijk met drie dingen. Eén, iets waar zij aan kennis kunnen werken op een heel eenvoudige manier, op je gemak, in je eigen tijd. En daar is 4 zelfstandige e-learnings tot stand gekomen. De e-learnings zijn inmiddels live op het leerplatform van Faros. Wij zullen na de afloop van deze webinar ook de links naar jullie sturen. Deze e-learnings zijn allemaal ook geaccrediteerd. Dus je krijgt wat basisinformatie over meisjesbesnijdenis in de eerste hoofdstukken. Van wat is het, wat voor type is, wat zegt eigenlijk de wet en regelgeving in Nederland. Eigenlijk ook een sociale kaart voor bepaalde regio's. Een leidraad dat voor jou geldt, voor jouw beroepsgroep. En de laatste hoofdstuk hebben wij een aantal, het zijn een aantal hoofdstukken wat op maat gemaakt is voor betreffende beroepsgroep. Bijvoorbeeld voor verloskundigen. Zij zullen heel vaak, ze zullen ook een groep vrouwen moeten openen, bijvoorbeeld defibrilleren. Dus zij krijgen ook medisch-technische informatie daarover. En daarnaast, dat was eigenlijk om aan kennis te werken. En we gaffen ook aan dat vaardigheden, zeg maar, hoe je het gesprek moet aangaan, dat nog belangrijker is. We hebben bijvoorbeeld een training ontwikkeld. In deze training zijn ook 2 ervaringsdeskundigen, of 2 sleutelpersonen, ook aanwezig. Dat oefent met jou als professional van hoe je het gesprek kan aangaan, hoe de vragen op jou overkomen en hoe je kan doorvragen. Wat wij gedaan hebben bijvoorbeeld als pilot, hebben wij bijvoorbeeld in regio Utrecht 62 professionals getraind. De meeste waren jeugdartsen bijvoorbeeld en jeugdverpleegkundigen, maar ook verloskundigen, veilig thuismedewerkers, ook een aantal huisartsen. Wat wij nu doen is, ze zijn nu getraind met de e-learning, met de training waar zij gingen oefenen met vragen. We gaan deze groep professionals een jaar lang dus volgen
om te kijken naar de vaardigheden en kennis wat zij nu hebben, zeg maar, hoe zij dat in de praktijk hebben kunnen gebruiken. Dus dat is eigenlijk een werkwijze en training en een e-learning. Wat wij hopen dat professionals kunnen gebruiken en waarmee zij geholpen kunnen worden om meisjesbesnijdenis bespreekbaar te kunnen maken. Ja, dat eigenlijk naar aanleiding van van wat we zo net hebben gedeeld aan tips en resultaten en belangrijke thema's binnen het bespreekbaar maken en het bespreken van meisjesbesnijdenis. Komen we eigenlijk op een aanbeveling om in ieder geval meisjesbesnijdenis tijdig te bespreken en hier ook een notitie van te maken. De vraag die we hebben gesteld, wanneer bespreek je het alleen in het kader van een klacht over die duidelijk te maken heeft met meisjesbesnijdenis of wanneer niet? Dat bepaalt misschien wanneer je het wel of niet bespreekt. Daarom de aanbeveling om het in ieder geval tijdig te bespreken. Iets wat dan voor ieder een ander moment zou kunnen zijn. En wat nog aanvullend ook opviel eigenlijk, ook, dat heeft ook te maken met het bespreken, maar met wie bespreek je het en wanneer? Want er zijn vrouwen die besneden zijn en die natuurlijk met klachten zitten en daarmee te maken hebben. Maar je hebt ook de meisjes die misschien met klachten te maken hebben. Of dat er bijvoorbeeld dochters zijn in het gezin. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld zorg en preventie, dan is het belangrijk om in te spelen op beide thema's en op beide momenten, zeg maar, en aandacht te besteden aan zowel de vrouw en de dochter, of het gegeven dat er ook dochters in het gezin zijn. En je zag in ons onderzoek dat er soms heel expliciet werd aangegeven wanneer het ging over een meisje, van dat er ook aangegeven werd van ik zou ook de ouders vragen of de moeder om aandacht te geven en te kijken of de moeder ook met een zorgvraag zit. Maar ook andersom, dat wanneer het dan over een vrouw ging in de spreekkamer, dat het is bekend dat er dochters zijn in het gezin, dat sommigen ook aangaven van ik zou ook het risico op meisjesbestrijding dus bespreken en dus ook op een preventieve manier het onderwerp benoemen in het kader van preventie. Sommigen gaven dat wel expliciet aan om dat te doen, of in ieder geval daar oog voor te hebben, en anderen gaven dat niet echt aan. En ik denk dat, ik weet niet, Ramin, heb jij dat ook in jouw onderzoek? Herken je dat ook? Of dat daar laat ik het zo maar even zeggen, een soort onderscheid of een scheiding in te zien is? Ja. Ja, inderdaad. Nou, in principe, dus wat preventie betreft, zoals de meeste van jullie weten, nou, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben de taak om preventie bespreekbaar te maken. En we weten inderdaad wel, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld in de eerste lijn bij de huisartsen, ze hebben eigenlijk ook de taak om meisjes, zeg maar, om alert te zijn op signalen van kindermishandeling. Sommige gesprekken, zoals ik aangaf, de meest ervaren huisartsen hebben dus eigenlijk ook geen moeite om preventie bespreekbaar te maken. Daar moet soms wel, ze geven aan, de artsen die weten dat bijvoorbeeld tijdens vakantie, vlak voor vakantie, zeg maar, ze maken dat op een heel nette, cultuursensitieve manier, zeg maar, bespreekbaar. En ze brengen ook bijvoorbeeld verklaringen tegen meisjesbesnijdenis, wat in Nederland bestaat, om ouders te ondersteunen tegen sociale druk, bijvoorbeeld in land van herkomst. Nou, dat brengen ze ook onder aandacht. Maar het is niet iets standaard wat zij doen. Het is echt ad hoc een beetje. De aanbeveling wat je net, zeg maar, gedaan hebt, bijvoorbeeld via
dat het goed is, zeg maar, om ook oog te hebben voor en preventie, denk ik, ook voor moeder. Of voor andere dochters die besneden is. Dat is absoluut belangrijk. En ik zie ook bijvoorbeeld naar nutritie en het systeem. Die kan het bespreekbaar maken. En als jij, zeg maar, geen nutritie in het systeem achterlaat, dat weten niet alleen collega's, maar ook voor de overdracht, zeg maar, dat kan een probleem zijn. Sinds dit jaar is bijvoorbeeld voor de huisartsen mogelijk dat zij en het zorgsysteem in het zorgsysteem bijvoorbeeld specifiek op meisjesbesnijdenis kunnen registreren. Het is een heel speciale code. Dat heet ICPC-code X82,2, weet ik toevallig uit mijn hoofd. Nou, zij kunnen bijvoorbeeld gerechten registreren, wat ook heel goed kan zijn voor collega's. En dan is er ook bespreekbaar gemaakt. Maar ook verloskundigen, wat zij... we weten ook uit gesprek met verloskundigen dat zij ook gerechten kunnen registreren. En tijdens het intakegesprek moet ze ook meisjesbesnijdenis bespreekbaar maken. En dat wordt ook enorm daar gewaardeerd. En onze jeugdartsen en verpleegkundigen kunnen ook in het systeem risicotaxatie vragen, bijvoorbeeld ook gerechten registreren. Wat om heel veel redenen inderdaad belangrijk is om te doen. Deze webinar is begonnen met een filmpje. En dat filmpje was van een ervaringsdeskundige. De verbinding blijft bij mij een beetje haperen. Oh ja, ja. Is het zo beter? Ja. deze webinar is begonnen met een filmpje over een ervaringsdeskundige. Zij vertelt haar ervaring met besnijdenis, wat dat met haar gedaan heeft. En dat op haar levenskwaliteit. Maar ook nodig ze ook gewoon andere vrouwen en meisjes, zeg maar, dat zij gewoon niet alleen is. Dat er hulp is. Er zijn nodig anderen uit, zeg maar, om in gesprek te gaan met professionals. Dat is heel mooi. En dit filmpje is ook in het kader van ons onderzoek ontwikkeld. Op advies van mensen, professionals met wie wij deze werkwijze hebben ontwikkeld. Zij gaf aan van het is goed misschien om te testen van hoe deze filmpje, of dit filmpje bijvoorbeeld in de praktijk als gespreksstarter kan gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld dat jij met je cliënten of met een vrouw, als je moeite hebt met het starten van zo'n gesprek, dat je dit filmpje start en samen naar dit filmpje kijkt. En kijkt, zeg maar, en daarna kan je dus met je cliënten in gesprek gaan van, goh, we hebben net een filmpje gezien. Is er iets wat, is dat herkenbaar voor jou? Dus we gaan de e-learning, de training, om mensen, zeg maar, te helpen om wat vaardiger te worden met het voeren van gesprekken over meisjesbesnijdenis. En dit filmpje gaan we dus testen in de praktijk om te kijken hoe dat ervaren wordt. Dus dat was eigenlijk een pakket aan werkwijze wat nu in een pilot in de regio Utrecht loopt tot zomer 2023. Ja, ik denk dat eigenlijk een... Oh, dat is iets een raar geluidje bij mij, excuus. Ik denk dat je... dat ze heel mooi hebben aangegeven van... wat dus belangrijke thema's zijn in het bespreken en het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis. Daarin hebben we een ontzettend denk ik interessante overlap en bevestiging. Ik zie het eigenlijk niet als een overlap, maar meer elkaar aanvullend, dat we de vergelijkbare uitkomsten hebben in onze onderzoeken. We hebben in ons onderzoek ook nog even gekeken naar de samenwerking. We noemden het al even met de overdracht. En Ramin, jij gaf het ook al aan van hoe belangrijk het is om te noteren wanneer het besproken is. En dat is belangrijk voor een overdracht tussen collega's, maar ook tussen disciplines. En ketenpartners, wanneer er verschillende ketenpartners of verschillende professionals eigenlijk in de zorg of bij de zorg op een gegeven moment betrokken zijn. En we hebben dus in ons onderzoek ook gevraagd en gekeken van
Zijn jullie op de hoogte van de verschillende ketenpartners? En weten jullie elkaar te vinden? En ook weten jullie of er binnen de organisatie ook een aandachtsfunctionaris bij besnijdenis is? Of, of dat er een collega is die een specifieke expertise hierover heeft? En daarin zag je eigenlijk dat heel veel respondenten toch eigenlijk ook aangeven van nou, dat weet ik eigenlijk niet of er bijvoorbeeld een aandachtsfunctionaris is. Of ik weet niet zo goed wanneer ik een sleutelpersoon kan inzetten. Of dat er een VGV-nazorgspreekuur is waar je naar kan doorverwijzen. En het is in dat opzicht ook heel belangrijk om daarvan op de hoogte te zijn. Niet alleen in het voortraject en het bespreken, maar stel dat je dus inderdaad toch even vastzit en niet zo goed weet van wat moet ik doen, dan, en er is een interne collega die, of er is een collega of een aandachtsfunctionaris die je misschien ondersteuning kan bieden, dan is daarom ook het advies van werk samen met ketenpartners of aandachtsfunctionarissen, omdat je die ook kunnen helpen, maar omdat je gezamenlijk ook weer de zorg verder kan brengen wanneer dat nodig is. En dat je de zorg dus ook nog beter kunt leveren aan de vrouw of het meisje waar het om gaat. En het gaat dan niet alleen dus, om ketenpartners en aandachtsfunctionarissen, maar ik heb ze net ook al even genoemd, de sleutelpersonen. Sleutelpersonen zijn mensen die voorlichting geven vanuit aan de gemeenschap, maar ze hebben eigenlijk ook verschillende rollen. Ze kunnen verschillende rollen innemen en Varels weet daar alles van. Varels weet heel veel. En we zagen ook in het onderzoek dat eigenlijk heel veel professionals niet zo goed weten van de sleutelpersonen. En dat professionals ook de sleutelpersonen kunnen inzetten voor ondersteuning. En ondersteuning voor de professional zelf, dus hè, van zou ik het een en ander goed aan kunnen pakken. Maar je zou een sleutelpersoon ook ter ondersteuning van de vrouw of het meisje kunnen inzetten, uiteraard in afstemming met. Maar weet dat er dus sleutelpersonen zijn die afkomstig zijn uit gemeenschappen waar VGV voorkomt en die je dus zou kunnen vragen om ondersteuning of ook advies. Daarbij wil ik wel gewoon nog aangeven dat ook de vrouwen zelf hierover zeiden van, en dat werd ook wel tijdens de bijeenkomst waar ik zo meteen nog wat over zal vertellen, werd dat ook genoemd. En daarom ook de aanbeveling werk gepast en wanneer gewenst met sleutelpersonen. Want zoals ook aangegeven, er is een schaamte en het is een taboe om het erover te hebben en erover te praten. En soms ook ten aanzien van de eigen gemeenschap. Omdat er bijvoorbeeld een angst is dat er wordt geroddeld, om het zo maar even te zeggen. Of dat er angst is om bijvoorbeeld toch een andere mening over meisjesbestrijdenis te hebben dan de mening die er nog is. Daarom de tip of de aanbeveling van werk met sleutelpersonen, maar wel op een gepaste manier en op het gepaste moment en in afstemming met de vrouw of het meisje zelf. Dan komen we nu op eigenlijk het prioriteitenplan. Zoals ik eerder in onze webinar al aangaf, hebben we 2 weken geleden een interactieve bijeenkomst georganiseerd voor professionals uit de regio Amsterdam, Amsteland en Gelderland-Zuid. En ook voor sleutelpersonen en ervaringsdeskundigen. En tijdens de bijeenkomst, het doel van de bijeenkomst was aan de ene kant professionals en mensen zeg maar samenbrengen. En zodat men ook van elkaar weet en van elkaar op de hoogte is en ook meer bekend raken met elkaars werk. Maar we
Het andere doel was ook om tot een actieplan en een prioriteitenplan te komen. Met een aantal thema's van hier moeten we echt op inzetten om de zorg beter te kunnen leveren, maar ook om de aanpak tegen meisjesbestrijdenis nog beter te kunnen uitvoeren. Ja. En daarin kwamen deze thema's, deze drie thema's zijn geprioriteerd. We staan hier niet per se in geprioriteerde volgorde. Maar ik denk dat dit eigenlijk ook wel heel mooi samenvat van hetgeen wat we hiervoor eigenlijk hebben besproken. Dat kennis over VGV, over meisjesbesnijdenis nog steeds heel belangrijk is. Dat daar aandacht voor is binnen opleidingen en nascholingen. Maar dat het ook nog meer vindbaar en toegankelijker gemaakt zou kunnen worden voor de professionals. Je hebt nog 3 minuten. We zijn al bijna af. We zijn al bijna klaar. Dankjewel. En zoals we ook aangaven, bespreek meisjesbesnijdenis. Maar ook dus inderdaad de tools van hoe doen we dat dan? Dat gewoon heel belangrijk is om daar nog extra aandacht voor te hebben. En de inzet van sleutelpersonen. Dat ook die vaker, maar toch ook gepast worden ingezet. En hoe kunnen we dat nou goed borgen? En hoe kunnen we dat op een juiste manier doen? Ik denk dat ze er dan bijna zijn. Ramin, je moet even unmuten, want dan hoor je niet. Dankjewel, Jamila en Fina. Nou, we weten uit voorlopige prognose, zeg maar, dat aantal vrouwen die besneden zijn en überhaupt mensen uit de landen waar VGW voorkomt, de komende jaren steeds zal toenemen door conflicten, natuurrampen en andere migratiezaken. Op dit moment is misschien de groep relatief klein, maar de impact, zoals ik aangaf, is heel groot en levenslang. Elk meisje om te beschermen telt. Dus aandacht voor zorg en preventie blijft onverminderd wel belangrijk. En we weten dat vrouwen zelf niet altijd het gesprek kunnen initiëren, omdat zij het zich schamen of omdat zij gewoon de link niet kunnen leggen tussen besnijdenis en het feit dat zij en de klachten. Dus op dit moment, we gaan ook in januari een training organiseren voor alle zorgprofessionals, onder andere, maar ook voor JGZ-professionals, over hoe je het eigenlijk bespreekbaar maakt. Dat zal dus ergens in het voorjaar, waarschijnlijk januari 2023, gebeuren. De e-learning staat gewoon live, dus als jullie interesse hebben, laat het gewoon vooral weten. Nou, terug naar jou, Jamila. Dank jullie wel voor de mooie presentatie. Ik zag al een aantal vragen in de chat. Dus jullie kunnen die nu stellen. En mochten er vragen niet beantwoord blijven of onbeantwoord blijven, dan kunnen Fina en Ramin die op een ander moment beantwoorden. Allereerst Janet Jansen vraagt, krijgen we de dia's van de presentaties? Vinden jullie dat oké als we die delen? Ik vind het prima. Ja, Fina? Fina die bevriest even. Ik ben er weer. Wat zei jij? Ik heb het gemist. Ik vroeg of we de dia's mogen delen met de deelnemers. Ja? Okay. Wat mij betreft wel, ja, absoluut. Ja, okay. Iemand zegt, ik mis een training voor verpleegkundige seksuele gezondheid. Ook zij zien vrouwen met VGV op hun spreekuur, veelal met klachten. Kunnen zij die training ook gebruiken of is er een andere training voor hen? Wij van het Vaders bieden wij de training inderdaad wel aan. Het is meestal op aanvraag. In januari, in het kader van het onderzoek wat wij nu doen, gaan wij een laatste training organiseren. Dus als jullie interesse hebben, jullie kunnen een e-mail, jullie zien mijn contactgegevens hier, en laat het gewoon vooral weten. Dan zullen wij later dit jaar nog contact opnemen over wanneer precies de training georganiseerd wordt. Maar wij kunnen altijd wel op maat een training aanbieden. Maar de training gaat meestal over gesprekstechnieken met aanwezigheid van sleutelpersonen. Dus niet zozeer over kennis, want daar is de e-learning inderdaad voor.
Ik zie een opmerking. JGZ vraagt hier ook naar. Het is een onderwerp waar we bewust aandacht aan besteden bij bijvoorbeeld asielzoekers en nieuwkomers. En we delen de signaalwijzer voor leerkrachten ook actief met scholen, zeker rond vakantieperiodes. Ook hebben we binnen GGD Zuid-Limburg een aandachtsfunctionaris. Dat is mooi. Kijken of er nog andere vragen zijn. Nee, nog geen vragen. Dan had ik ook nog wel een vraag. Ramin, jij had het over dat het onderzoek nu uitgerold is in Utrecht. Wordt het dan ook landelijk onderzocht of is het alleen maar in Utrecht? Dat hopen we wel, zeg maar, om het wel gewoon landelijk te kunnen uitrollen. Maar we zitten nu in een pilotfase. Dus we gaan nu in de praktijk kijken, zeg maar, hoe dat precies ervaren wordt. Ja. En wat het effect is, zeg maar, voor mensen in de praktijk. Maar als wij nu naar internationale literatuur kijken, zeg maar, in gesprekken wat wij dus nu gevoerd hebben. Alles wijst op het gebrek aan kennis, zeg maar, als knelpunt en gebrek aan vaardigheden. Omdat je niet weet hoe je het gesprek moet initiëren of hoe je het gesprek moet aangaan. Dus ik denk dat deze werkwijze, zeg maar, misschien wat bijstelling nodig heeft. Dat moet het onderzoek uitwijzen. Maar we hopen wel in de toekomst dit ook landelijk te kunnen uitrollen. Nou, de e-learning is sowieso natuurlijk wel gewoon live en voor iedereen toegankelijk. En dat kan je ook gewoon nu gratis volgen. De training bieden wij nu ook gewoon op maat. Maar goed, dus eigenlijk dat dit de werkwijze moet worden bijvoorbeeld. Ja. Dat moet dit onderzoek nog laten zien. Mooi. En iemand vraagt, zijn er kosten gebonden aan de training voor professionals? Op dit moment niet. Dus de laatste training wat wij in het voorjaar gaan organiseren. Dus daar zijn op dit moment geen kosten aan verbonden. En als jij, zeg maar, een company bijvoorbeeld een keertje een training wilt organiseren voor jezelf of voor collega's, daar zijn wel kosten aan verbonden. Daar kan ik zelf, nou, dat weet ik zelf niet, zeg maar, wat voor kosten. Maar onze afdeling trainingen inderdaad kan daar meer over vertellen. Oké, ik heb nog een vraag. Zijn er nog steeds ouders die vanuit Nederland naar bijvoorbeeld Somalië reizen om hun dochters al daar te laten besnijden in bijvoorbeeld de schoolvakantie? Er zijn geen concrete aanwijzingen, zeg maar, van bepaalde casussen dat iemand met hun dochter bijvoorbeeld naar een land is gaan reizen en besneden. Dus daar zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen, maar er zijn wel de afgelopen jaren, zeg maar, wel gewoon signalen. Maar het blijft bij geruchten en signalen. Maar zo'n casus is nooit eerder, zeg maar, het is niet concreet geworden. Oh ja, er staat hier als opmerking, er zijn helaas wel aanwijzingen dat families hun dochters laten besnijden in Kenia. Bedankt voor de opmerking, Wilma van der Ham. Zijn er nog andere vragen? Mijn andere vraag is nazorg, lees ik hier. Het gaat nog steeds om tekortkomingen van verzekeringen dat het nog steeds niet in het basispakket zit. Is dat, ik denk dat het een vraag is. Ja. Is dat een vraag? Misschien, ik weet niet of het een opmerking of een vraag is. Misschien kan ik gewoon daar heel kort op ingaan. Ja. We weten natuurlijk, de huisartsenzorg, daar is dus geen eigen risico aan verbonden. Gelukkig. En de medicatie valt helaas wel onder eigen risico. En tweede lijn in het ziekenhuis, ongeacht waarvoor je eigenlijk in het ziekenhuis komt, voor een gebroken been of iets anders. Dat is, daar is zeker eigen risico aan verbonden. Nog een vraag. Als ik mijn dochter in het buitenland heb laten besnijden in de vakantie, dan kun je toch niet haar dwingen de besnijdenis te laten zien. Hoe kan ik het beste hierop reageren? Ik kan nooit, zeg maar, iemand dwingen, zeg maar. Even kijken of ik de vraag goed begrepen heb. Wil je het nog één keer herhalen? Ja, dus iemand vraagt, als ik mijn dochter heb laten besnijden in de vakantie, dan kun je toch niet haar dwingen de besnijdenis te laten zien? Nee, het is heel belangrijk natuurlijk, hè, dat onze zorgprofessionals, onze jeugdartsen en verpleegkundigen sowieso alert zijn. Nee, niet alleen zij, maar ook eigenlijk gewoon iedereen die de meldcode moet volgen. Of je nou vanuit school of vanuit als zorgverlener. Dat je juist de vaardigheden en kennis hebt, zeg maar, op welke signalen je eigenlijk moet letten.
je mag nooit iemand dwingen, zeg maar, zonder een duidelijke aanleiding om te laten onderzoeken. Dat mag ook niet zomaar natuurlijk in Nederland. Ja. Maar als er duidelijke signalen zijn van kindermishandeling, dan moeten zorgprofessionals meldcode kindermishandeling volgen. En afhankelijk daarvan kan er wel een beslissing worden genomen of de persoon, zeg maar, onderzocht wordt door een forensische arts bijvoorbeeld. Ik kijk ook even naar Vina bijvoorbeeld, hè, want dat wordt meestal door een forensische arts natuurlijk gedaan, als daar een duidelijke aanleiding en vraag naar is. Vina, die is weer bevroren. Okay, ja. Oh, nu wel. Nu kan ze reageren. Ja. Heb je een vraag gehoord, Vina? Nee. Kan je die nog kort herhalen, Rami? Oh, ja, de vraag is... dat wij eigenlijk niet, als iemand een dochter in het buitenland heeft laten besnijden, of wij die persoon mogen dwingen om, als ik het zo mag zeggen, in het onderbroekje mogen kijken. Ik gaf aan natuurlijk dat wij als zorgprofessionals, en andere mensen dat meldcode moet volgen, alert moeten zijn op signalen van kindermishandeling en de stappen moeten volgen. En als dat uitwijst dat je echt iemand moet onderzoeken, dat door een arts bijvoorbeeld, afhankelijk van de casus bijvoorbeeld, zou gedaan kunnen worden. Want jullie hebben vanuit GGD Amsterdam bijvoorbeeld ook forensische artsen natuurlijk, hè? Klopt, ja. We hebben bij GGD Amsterdam verzorgd het VGV nazorgspreekuur. En daar is ook een forensisch arts bij betrokken, dat op het moment dat er inderdaad aanwijzingen zijn voor strafbare feiten, dat... En ik heb nog een vraag. Is er in Utrecht ook een VGV nazorgspreekuur? En volgens mij zijn er in heel veel regio's een nazorgspreekuur. En dat kun je ook vinden op de website van VAROS. Ja. En ik denk dat de mevrouw die de vraag stelt over de verzekering nog andere vragen heeft. Waar kan ze deze informatie vinden over of zo'n hersteloperatie, wat voor soort zorg, of dat vergoed wordt? Ja. Over hersteloperatie kan ik misschien, ik denk dat ik gewoon nu niet zoveel tijd heb om daar iets over te vertellen. Maar we kunnen ook daar per e-mail wat informatie over sturen. Over reguliere zorg, zeg maar, voor vrouwen. Dat gaat eigenlijk, het begint bij de huisarts als poortwachter. En afhankelijk van de vraag, want de medische leidraad wat ontwikkeld is in 2019. Dat kan ook, door heel veel professionals gebruikt worden. Zij moeten eigenlijk de leidraad volgen. En afhankelijk van de vraag moeten zij passende zorg aan de vrouw bieden. Maar voor hersteloperatie, er is een onderzoek wat nu loopt vanuit Amsterdam bijvoorbeeld. Waar zij hersteloperatie zullen gaan aanbieden. En de technische dingen, zeg maar, met verzekeringen en dat soort dingen. Dat is iets wat wij misschien per e-mail kunnen delen. Maar als daar interesse en vraag naar is, wij kunnen dat later met jullie delen. Maar daar is nu weinig concreet. Dat is nog niet heel concreet op dit moment. Dus vandaar dat ik nu ook niet heel concreet een antwoord kan geven. Ik zie dat iemand een website heeft gedeeld. vgvhersteloperatie.nl. Mooi. Ja. Zijn er nog andere vragen? Ik zie geen vragen meer binnenkomen. Jullie onderzoek, tot wanneer loopt het? En is er nog misschien kansen dat er het onderzoek wordt verlengd, of dat er nog anders soort onderzoek wordt gedaan? Vina, kan je daarop reageren? Ons onderzoek is inmiddels afgerond. En er zijn nog geen concrete plannen om er een gevolg aan te geven. Maar daar wordt wel over nagedacht, over de mogelijkheden. En ten aanzien van bijvoorbeeld het prioriteitenplan, dat gaat gedeeld worden samen met een verslag van de bijeenkomst waar het plan is opgesteld. Daarvan wordt in ieder geval in Amsterdam-Amsterdam een gevolg aangegeven
Om te kijken van hoe kunnen we nou met die prioriteiten aan de slag gaan en hoe kunnen we dit omzetten in concrete acties. Maar verder is er qua onderzoek vooralsnog geen vervolg, maar er wordt wel over nagedacht. Oké, dankjewel Fina. Ik kijk nog even naar de chat of er vragen zijn, maar volgens mij zijn alle vragen gesteld. En was het eigenlijk best wel helder voor iedereen, want ik zie niet zo heel veel vragen. Dus ik wil jullie bedanken, want we zijn aan het eind gekomen van deze webinar. Heel erg bedankt Fina en Ramin voor jullie bijdrage. Maar ook de deelnemers bedankt voor de deelname aan deze webinar. En er komt nog meer, er zijn nog meer webinars gepland dit jaar en volgend jaar. In december is er een webinar gepland over jongeren, hoe jongeren aan het woord komen. En als jullie ook nog de link in de website of in de chat zien jullie een link naar het evaluatieformulier of jullie die nog even willen invullen. Ja, wat ik ook nog wil delen, als er nog aandachtsfunctionarissen hier zijn, aandachtsfunctionaris VGV, op 16 november is er een scholingsbijeenkomst, daar kunnen jullie voor aanmelden. Ik weet niet of de link ook, ja, die wordt ook gedeeld, zie ik, dus daarop kunnen jullie klikken en dan kunnen jullie daarvoor aanmelden. En bedankt voor jullie deelname en tot de volgende keer.